Cambuur bij Leeuwmiddelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Kevin van der Kaap, je debuut in het betaalde voetbal. Allereerst over je eigen spel, ben je tevreden? Mijn basisdebuut in het betaalde voetbal, ik heb mijn debuut al gemaakt. Maar ik ben wel tevreden over mijn spel. Alleen het kan altijd wel beter natuurlijk. Alleen ja, kijk, het ging niet slecht. Alleen het was natuurlijk wel perfect geweest als je gewoon 3 punten hier had gehad. En dat is niet gebeurd, dus dat is wel even een bittere nasmaak, ja. Het ging moeizaam vandaag, hè? Bij jullie opbouwend ging het allemaal vrij moeizaam. Komen we lastig tot kansen. Is de tweede uitwedstrijd in korte tijd waar dat zo is. Heb je enig idee waarom dat in kan zitten? Ja, als ik het wist, dan had ik er wat aan gedaan natuurlijk. Maar zoals je zegt, we hebben het natuurlijk wel wat lastiger dan thuis. Want thuis hebben we natuurlijk gewoon al die fanatieke supporters erachter staan. Echt een volledige ambiance, dat is hier natuurlijk niet. Dat is misschien iets wat meetelt. Alleen toch, ja, als je kampioen wilt worden, dan moet je geen excuses gaan zoeken. Als ik het wist, dan had ik er wat aan gedaan. Jij probeerde dat probleem opbouwend in de eerste helft af en toe een beetje te omzeilen door zelf maar het middenveld in te dribbelen. Is dat iets wat heel erg bij jouw speelstijl hoort? Ja. Ik hou van initiatief nemen in de opbouw. Als het nou met indribbelen is of een crossbars geven. Dat past wel bij mijn spel. En als er ruimte is, doe ik het graag. Als er geen ruimte is, dan zoek ik een andere oplossing. Maar ik wil wel, ik wil belangrijk zijn voor het team in de opbouw en verdedigen. Dus ik wil mijn steentje bijdragen daar. Zat ik net tussendoor even naar jouw voeten kijken. Heb jij daar nou bloed in je sok of in je schoen? Zie ik dat nou goed? Ja, ik hoop niet dat het nu pijn gaat doen nu ik het gezegd heb. Maar enig idee waar je dat vandaan hebt? Nee, nou ja, als je een harde verdediger bent, dan gebeuren er soms dingen. Ik ga er niet dood aan, denk ik. Dus ik vind het prima. Zijn er veel personele problemen? Het is een mooi bruggetje met de plek in jouw voet. Er zijn veel jongens centraal achterin geblesseerd. Daardoor krijg jij vandaag je kans. Met ogen volgende week. Ik heb niet het idee dat er dan alweer mensen echt terug zouden komen. Sta je er dan weer gewoon vanaf het begin? Dat gaan we vrijdag zien, hè? Ja. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat ik gewoon mijn dingen heb gedaan. Ik heb gedaan wat de trainers om vroegen. En of ik er vrijdag weer in sta, dat zien we dan vrijdag, hè? Dankjewel. Succes.